Hallo allemaal, ik zal vandaag de achtergrond gaan doen met pandpastel. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben, want dit is voor mij nog voor het eerst dat ik een filmpje maak waarbij ik praat. Ik heb mijn pandpastels in een pandpastel play tray gedaan en ik ga nu eerst een instantie. Hallo allemaal, ik zal vandaag de achtergrond doen met een schabloon en mijn pandpastel. Zoals je ziet heb je verschillende applicatietools voor de pandpastel. Die gebruik ik dan ook uitsluitend alleen voor mijn pandpastel. Mijn pandpastel heb ik in een pandpastel tray gedaan, zodat ik niet steeds elke keer de dekseltjes eraf hoef te halen. Beetje lui. Ik heb besloten om eerst de gehele achterkant een egale kleur te geven, om later een andere kleur eroverheen te doen, zodat je ziet hoe makkelijk je met pandpastel een andere kleur op een lichte kleur of op een donkere kleur te kunnen doen. Je hoeft ook maar een heel klein beetje te gebruiken en begint gewoon te wrijven. Het hoeft niet altijd helemaal egaal, maar zoals je ziet, ik heb deze pagina al vaker in mijn handen gehad, dus het nadeel is, vind ik, dat je vette vingerafdrukken van mij ziet. Als je ergens overheen gaat, is dat niet heel erg, want je kunt het met een kneedgum of van der Went de plastic gum of de elektrische gum van der Went mooi gebruiken om weg te gummen. Dit is voor mij de eerste keer dat ik het doe met praten, dus ik vind het zelf super eng om dit te doen. Ik zelf doe bij de achtergronden eigenlijk nooit echt egaal. Ik denk dat het komt dat ik er zelf niet echt veel van hou, van die hele strakke, vlakke kleuren. Maar ik zal direct laten zien waar ik het net over had, over mijn vingerafdrukken. Ik ben al een hele tijd bezig vandaag. Ik had problemen met mijn telefoon om op te nemen. Viel steeds om, dan viel hij niet om en dan had ik weer geen geluid. Dus ik moet echt wennen hieraan. De vlekken die je nu ziet, hier, daar, daar en daar, komt omdat ik vandaag dus de pagina al meerdere malen in mijn handen heb gehad. En daar baal ik best van. Maar ik probeer het zo goed mogelijk weg te werken. En dan zal ik nu een schabloon erbij pakken. Ik heb meerdere schablonen, dus het is voor mij altijd een raadsel. Welke ga ik nu weer gebruiken? Ik zal verschillende gaan gebruiken. Dit is een schabloon stencil, gewoon van de Action. En ik vind het wel behebben om die hier in de hoek te doen. Het is groen. Daar pak ik deze tool voor. Kan je mooi voorzichtig uitsmeren. De kleur die ik hiervoor ga gebruiken, dat is, pak rood. Voor de roos.
Dit is de hoeveelheid wat ik erop heb gedaan. Ik ben 2 keer over het schijfje heen gegaan. En je wrijft het gewoon lekker uit. Zoals je ziet, pakt de kleur rood ook heel erg goed op het groen. Ik blijf altijd even nog een beetje navrijven. Nu zie je dat de achterkant nog rood is. Ik zie hier nog een klein bloemetje. Dus die pak ik er nog even bij. Waarom? Des te meer rood is van mijn toeltje af. En nu ga ik hem schoonmaken en dat doe ik gewoon op een wit vel. En je kan zien, ik heb maar 2 keer over mijn pannetje ben ik daar maar heen gegaan, hoeveel rood erin komt te zitten. Ik hou nog steeds mijn schabloon vast, omdat ik de blaadjes nog wil doen. En die ga ik doen met donkergroen. Even mijn dikke vingertjes opzij. En ook hier zie je weer dat het heel vlug pakt. Wederom ben ik 2 keer heel voorzichtig over mijn paneltje heen gegaan, omdat het heel vlug pakt en je hebt ontzettend weinig nodig. Ik ben daar in het begin achter gekomen. Bij mij kwam er altijd op mijn paneltje heel veel losse gruis, omdat ik te veel wilde, maar dat was dus schijnbaar niet nodig. Om heel eerlijk te zeggen vind ik pandbestel ook duur om te kopen, maar achteraf ben je goedkoper uit, want je doet 2 tot 3 keer langer met een pandbestel als met een soft pastel krijtje. Ik ga nu voorzichtig de schabloon eraf halen en zoals je ziet dekt het heel mooi. Wederom maak ik mijn toeltje meteen zuiver, omdat ik bang ben dat ik anders, bijvoorbeeld als ik wit ga gebruiken, een besmet met de andere kleur. Ik laat jullie nu ook zien hoe makkelijk het is om weer iets weg te gummen. En dan zal je zien dat ik mijn elektrische gum niet bij de hand heb. Ik pak hem eventjes, 1 moment. Ik heb nu de schabloon gepakt met de cirkeltjes. En ook hier zal ik het verschil van de gummen laten zien. Dit is de Derwent, de elektrische. Je houdt hem goed vast. En je gumt het. Heel simpel. Weg. Ik heb te veel rommel op mijn tafel liggen, dus ik word er zelf een beetje kriebelig van. Zoals je ziet heb ik nu een groot stukje weggehaald. Grote cirkel. Nu pak ik de Derwent plastic gum. Ik heb hier nog niet mee gewerkt, dus ben benieuwd. Ook ga ik weer in de cirkeltjes gummen.
En met, ik heb een oude rouge kwast die ik nooit heb gebruikt voor mijn make-up. Dus die gebruik ik dan voor de dingetjes weg te halen. Ik pak nu de kneedgum erbij. Het is niet mijn grootste favoriet, maar goed. Mijn voorkeur gaat echt uit naar de elektrische gum. Bij de kneedgum doe je gewoon deppen, kneden, deppen. Het voordeel bij een kneedgum is, als je niet een spierwitte of bijna witte cirkel wilt, kun je op tijd ophouden om de kleur toch nog iets erin te laten zitten. Zal ik bij de laatste doen. Je blijft eigenlijk deppen, deppen en deppen. De kneedgums in aanschaf zijn niet duur. Je hebt ze van verschillende merken. En ik weet nog eens niet wat voor merk ik zelf heb. Deze gum heb ik in mijn begintijd gekocht. Dit zijn niet de normale achtergronden die ik altijd doe. Ik vind het zelf iets van wow. Ik heb net deze schabloon gezien. Of laten zien, sorry. Deze schabloon laten zien. Maar je hebt ze in alle maten en soorten. Ik heb ook een schabloon. Gewoon een A4 formaat. Heel makkelijk vind ik. Als je dus een A4 plaat hebt. Oh. En je wil de gehele achtergrond doen. Nou, ik heb zoveel dingetjes. Hij is nog gewoon nieuw. Die ligt al een jaar boven in de kast. En ik zal hem voor jullie open gaan maken en gaan proberen. Zoals je ziet, ik kan hem heerlijk op het blad leggen. Met doeltje. Ik ga nu een totaal andere kleur pakken. Ik heb groen als achtergrond. En dan wil ik even kijken. Ik ga gek doen om het op te laten vallen. Even het deksel eraf. En ik ga aan de gang met roze. Magenta roze. 1, 2 keer ga ik overheen. Dit is voldoende om al een heel eind vooruit te komen. En wederom ga je eroverheen. Zoals je ziet, geeft de kleur nu iets minder af, omdat er al een hoop op zit. Kan je weer 2 keer eroverheen gaan en je kent het zelf. Zo dik en dun opbrengen zoals je zelf wilt. Ik zit hier ondertussen te lachen, sorry. Ik heb een puppenhuis en ik hoor van alles. En ik vraag mij af wat hij aan het doen is.
Dus. Spoel als je klaar bent met je schablonen, spoel ze af onder lauw water of maak ze goed schoon met een keukenrol. Ik heb ondertussen een andere kleur gepakt. Zoals je ziet ga ik er weer een klein stukje over het roze heen. Zoals je kunt zien, dat het ook heerlijk met elkaar mengt. Nou, kom op en laat los. Zie je? Dus op het roze en op het groene zie je totaal niks meer van het groen. Het komt gewoon door het pigment wat de panpastel heeft. Dekt heel goed de andere kleur eronder. Hier zie je dat ik bijna niks meer had. En dan zie je dat het heel licht paars wordt. Maar het groene zie je er niet doorheen. Bij de volgende keer zal ik een plaat nemen waarbij ik dat de achtergrond echt tussen haakjes fatsoenlijk doe met wolken. Of in ieder geval met één ding bewerkt. Want dit is voor mij nu van wow, het is druk. Maar ik had ook gezegd, ik laat van alles zien. Het gezicht van deze vrouw, dat was mijn tweede keer dat ik met panpastel de huidstint had gedaan. Ook dat laat ik nog een keer zien. Dat dit een witte schabloon is, zie je dus heel goed de panpastel zitten. Die haal je er dus gewoon onder een koude kraan, lauwe kraan. Spoel je dat af. Doe je dat niet, krijg je op de volgende kleurplaat waar je mee bezig bent, de kleuren nog van de panpastel. En ja, dat heb ik zelf regelmatig meegemaakt. Ik ga eerst even mijn toeltje zuiver maken. Het andere voordeel van panpastel te gebruiken is, ik heb daar een hekel aan, dat mijn handen altijd onder het krijt zitten. En dat is bij de panpastel bijna niet. Tenminste, als je werkt zoals het hoort, op dit moment zit ik dus wel onder. Vergeet nooit te fixeren achteraf, anders blijft hij toch wel afgeven. Ik had het daar straks over. Maak je toeltje altijd zuiver, want voordat je het weet, je pakt een andere kleur. Dan krijg je dus deze besmetting. Ik had hier wit en ik was vergeten mijn toeltje schoon te maken. Geen ramp, want je gaat er overheen en het is weg. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden. Dit was voor mij de eerste keer met praten. Maar er komen meer filmpjes en dat ik dan gewoon kan werken. Meteen. Zonder stress, want vanmorgen is hier alles fout gegaan.
Dus ik hoop dat jullie er iets aan hadden. Bedankt voor het kijken en ik hoop snel tot de volgende keer. Doeg! Dekseltjes eraf hoeft te halen. Beetje lui. Ik heb besloten om eerst de gehele achterkant een egale kleur te geven. Om later een andere kleur eroverheen te doen, zodat je ziet hoe makkelijk je met panpastel de pagina al meerdere malen in mijn handen heb gehad. En daar baal ik best van. Maar ik probeer het zo goed mogelijk weg te werken. En dan zal ik nu een schabloon erbij pakken. Ik heb meerdere schablonen, dus het is voor mij altijd een raadsel. Welke ga ik nu weer gebruiken? Ik zal verschillende gaan gebruiken. Dit is een schabloon stencil, gewoon van de Action. En ik vind het wel behebben om die hier in de hoek te doen. Het is groen. Daar pak ik deze tool voor. Kan je mooi voorzichtig uitsmeren. De kleur die ik hiervoor ga gebruiken, dat is, ach, pak rood voor de roos. Dit is de hoeveelheid wat ik erop heb gedaan. Ik ben twee keer over het schijfje heen. Spoel als je klaar bent met je schablonen, spoel ze af onder lauw water of maak ze goed schoon met een keukenrol. Ik heb ondertussen een andere kleur gepakt. Zoals je ziet ga ik er weer een klein stukje over het roze heen. Zoals je kunt zien, dat het ook heerlijk met elkaar mengt. Nou, kom op en laat los. Zie je? Dus op het roze en op het groene zie je totaal niks meer van het groen. Het komt gewoon door de pigment wat de panpastel heeft. Dekt heel goed de andere kleur eronder. Hier zie je dat ik bijna niks meer had. En dan zie je dat het heel licht paars wordt. Maar het groene zie je er niet doorheen. Bij de volgende keer zal ik een plaat nemen waarbij ik dat de achtergrond echt tussen haakjes fatsoenlijk doe met wolken. Of in ieder geval met één ding bewerkt. Want dit is voor mij nu van wow, het is druk. Maar ik had ook gezegd, ik laat van alles zien. Het gezicht van deze vrouw, dat was mijn tweede keer dat ik met panpastel de huidstint had gedaan. Ook dat laat ik nog een keer zien. Dat dit een witte schabloon is, zie je dus heel goed de panpastel zitten. Die haal je er dus gewoon onder een koude kraan, lauwe kraan. Spoel je dat af. Doe je dat niet, krijg je op de volgende kleurplaat waar je mee bezig bent, de kleuren nog van de panpastel. En ja, dat heb ik zelf regelmatig meegemaakt. Ik ga eerst even mijn toeltje zuiver maken.
Het andere voordeel van pan-pastel te gebruiken is, ik heb daar een hekel aan, dat mijn handen altijd onder het krijt zitten. En dat is bij de pan-pastel bijna niet. Tenminste, als je werkt zoals het hoort, op dit moment zit ik dus wel onder. Vergeet nooit te fixeren achteraf, anders blijft hij toch wel afgeven. Ik had het daar straks over. Maak je toeltje altijd zuiver, want voordat je het weet, je pakt een andere kleur. Dan krijg je dus deze besmetting. Ik had hier wit en ik was vergeten mijn toeltjes schoon te maken. Geen ramp, want je gaat er overheen en het is weg. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden. Dit was voor mij de eerste keer met praten. Maar er komen meer filmpjes en dat ik dan gewoon kan werken. Meteen. Zonder stress, want vanmorgen is hier alles fout gegaan. Dus ik hoop dat jullie er iets aan hadden. Bedankt voor het kijken en ik hoop snel tot de volgende keer.